aflevering van de FC Afkikken voetbalquiz voor de Voedselbank met 3 nieuwe deelnemers. Thomas, Fabian en Kai. Welkom heren. Hallo. Het zijn vandaag 3 rondes. De eerste ronde zijn 10 trivia vragen. De tweede ronde zijn 5 spelerspaspoortjes. En de beste 2 gaan door naar ronde 3. Naar de finale vraag. En dat is 1 vraag. En dan wordt een winnaar mee bepaald. En die gaat door naar de volgende aflevering. Duidelijk voor jullie, om even voor jullie duidelijk te maken. Mocht je een antwoord weten, eerst je naam roepen. Dan krijg je van mij de beurt. Juist antwoord geven. Het is al een paar keer namelijk misgegaan in andere afleveringen. Dat mensen het antwoord riepen. En dat kan ik helaas niet goed rekenen. Dus dan geef je het goede antwoord weg aan met je tegenspelers. Dus, zijn jullie er klaar voor? Nee. Yes. Oh, moeten we even op je wachten kijken? Ja, alsjeblieft. Heb je nog een vraag? Ja, jij hebt me zeker tegen de 2 beste gezegd. Nee hoor. Nee, ik heb... dacht ik ook. Fabian is niet van de voetbalfeitjes. En Thomas wel. Maar ik denk dat ik jou zelf ook wel redelijk hoog in kan schatten. Nou, we gaan het meemaken. Okay, ik heb wel jouw spelerspaspoort goed, Kai. Ja. Ja? Ja, die is wel niet moeilijk. Nee, dat wil ik net zeggen. Heel ingewikkeld. Goed, vraag nummer 1, ronde 1. Succes allemaal. Dank je. Welke 2 Engelse clubs was Roy Keane hoofdtrainer? Roy Keane hoofdtrainer. Niemand? Ja, ik weet er 1 volgens mij. Ik wil de 2 daarna denken. Ze allebei hebben, denk ik, hè? Ja. Ja. Sunderland en Ipswich Town. Oh, die laatste had ik nooit geweten. Mag ook niet op het puntje van mijn wat een vraag gezegd. Vraag nummer 2. Welke ex-eredivisionist-speler speelt op dit moment bij Cardiff City? Oeh, Cardiff. Fabian, ik ga hem. Ja? Dus niet Mike van de Hoorn, hij zit bij Swansea, niet? Ja. Dus heel goed dat je jezelf corrigeert. Ja, ik ga er gewoon voor. Ik ga jullie een hint geven. Ook ex-FC Groningen. Kai. Ja. Leandro Bacuna. Helemaal goed. Googelen. Ja, snel gegoogeld, ja. Vraag nummer 3. Nee. Want ik weet, Juninho speelt namelijk bij Huddersfield. Kijk, Juninho Bacuna bij Huddersfield. Heel goed. Vraag nummer 3. Bij welke Russische club speelt op dit moment Gianluca Nijholt? Speelde, moet ik zeggen. Daar speelt hij niet meer. Gianluca Nijholt? Ja. Bij welke Russische club heeft hij gespeeld? Hij ging toen voor mij van Utrecht. Die kant op. Nijholt. Nee. Wil je dat we gaan gokken of... Nee, dan... Ja, gokken levert dat minpunten op? Nee hoor, het levert geen minpunten op, absoluut niet. Oh. Thomas. Ja? Spartak Moskou. Nee. Ja. Het is geen grote club. Ja. Nee, ik ga jullie helpen. Groot, het is Amkar Perm. Ah, dat lag goed. Dat wilde ik net zeggen, man, Niel. Ja. Nou, mag je de volgende antwoord geven. Vraag nummer 4. Bij welk land is Herve Renard op dit moment bondscoach? Kai. Ja. Senegal. Niet goed. Fabian. Ivoorkust. Ook niet goed. Thomas. Ja. Marokko. Daar was die bondscoach. Daar is hij weg. Hij is nu bondscoach van Saudi-Arabië. Ah. Ook interessant. Zeker. Vraagje nummer 5. John Hartson maakte veruit zijn meeste goals voor Celtic. Maar voor welke Engelse club scoorde hij daarna het meest? Ik heb nog nooit van die gozer gehoord. Kai. Ja? Is de beurt? Nee. Dan man. Aston Villa. Nee. Thomas, Charlton Athletic. Nee, West Ham United. Die wilde treffen! Ja. Vraag nummer 6. Voor welke Limburgse profclub speelde Brian Linsen nooit? Thomas. Zeg maar Thomas. Zit uit. Niet goed. Wel? Kai. Ja, zeg maar Kai. MVV. Nee. Nee, Roda is het. Heel goed, Fabian. Oh. Dank je, Kai. Goeie assist, Kai. Lekker. Goed. Ja. Oké. Okay. Wat is de bijnaam, vraag nummer 7, van de Italiaanse spits Andrea Bellotti? Yeah. Bellotti? Moeilijke vraag, man. Andrea Bellotti. Ja, het zijn moeilijke vragen. Ik moet zeggen, de redactie heeft... Deze is best wel echt zijn lastig, hè? Nee, zijn baannaam is Il Gallo, de Haan. De Haan. Ik wilde de slager zeggen. Leek me gewoon leuk. Vraag nummer 8. Wat was de eerste Europese club voor Diego Maradona? Thomas? Ja, Thomas. Van Barcelona, toch? Heel goed. Ja. Vraag nummer 9. Eet smakelijk, Kai. Dank je. Naar welke autofabrikant is het stadion van Mainz genoemd? Thomas? Ja? Opel. Heel goed. Ik loop achter de feiten aan. Dat, ja, dat kan je wel stellen. Je hebt een punt, toch? Ja, je hebt nu 2 punten. Thomas 2 punten, Kai 1 puntje, Fabian 1 puntje. En dan gaan we naar de laatste vraag van de eerste ronde. Voor welke Franse club speelde Patrick Paauwe? Patrick Paauwe, kom op, man. Fabian, Valenciennes. Ja, heel goed, Fabian. Ja, weet je überhaupt wie Patrick Paauwe is, Kai? Ja, verdediger. Ja, speelt in Frankrijk, moet je gewoon weten. Ja. Goed. Hij speelt er nog steeds uit, toch? Ja, Kai komt hem ook tegen dit seizoen. Nee. De stand naar de eerste ronde. Fabian 2 punten, Thomas 2 punten en Kai 1 punt. Door naar ronde nummer 2. Spelerspaspoortjes. Ik ga de clubs opnoemen. Oh, als je weet welke speler het is, mag je me onderbreken tijdens opnoemen. Eerst je naam roepen en dan wil ik daarna wel snel het antwoord weten. Dus niet tijd kopen door je naam te roepen en dan... Duidelijk? 5 spelerspaspoortjes. Ja. We beginnen met de eerste. Kijken. Goed bijpakken. Zo. Komt-ie. Arsenal, Spartak Moskou, Celta de Vigo, Birmingham City, Portsmouth, Malaga, Panathinaikos, Boavista, NEC. Ja, Thomas, Quincy Owusu-Ayeyi. Ja, ik zie nu pas die vlag achter je, dus als je deze had geweten... Dit is pas spel. Ik dacht hem al na 2. Ja, maar ik dacht dat hij bij Jong Ajax was begonnen. Maar nee. Nee, geen officiële wedstrijden gespeeld in het eerste. Ah, oké. Nou. Volgende. TAC, Nacional, Villarreal, Atletico Madrid, Inter. Fabian. Riek. Fabian. Riquelme. Nee. Oh, die had ik ook. Mag het nog 1 keer? Ja hoor. TAC, Nacional, Villarreal, Atletico Madrid, Inter. Thomas? Ja? Kroes? Nee. Je hebt ook bij Feyenoord gespeeld, hè? Ja, Feyenoord, hallo. Ja. Hij speelt nu bij Fabian. Kai. Nee, maar je mag niet blijven gokken. Je mag 1 keer gokken, hè, jongens. Ja? Kai. Diego Milito. Nee. Het was wel, de voornaam had je wel goed. Diego. Maar het was Diego Godin. Ah. Oh ja, dat is echt. Ja. Shit. Vraag nummer 3. Komt-ie. Leopard Douala, Tonnerre, Valenciennes, Monaco, Bastia, Saint-Étienne, Montpellier, Saint-Pierroise, Tonero, Pelita Jaya. We hebben het over, man. Is dit een strikvraag of zo? Nou, laat ik het zo zeggen. Het is een van de allerbekendste voetballers die ooit op een eindronde heeft gevoetbald. Die hint geven. Die ooit op een eindronde heeft gevoetbald? Nooit. Wel. Zeker, maakte enorme indruk op een WK. Komt hij nog 1 keer. Leopard Douala, Tonnerre, Valenciennes, Monaco, Bastia, Saint-Étienne, Montpellier, Saint-Pierroise, Tonnerre, Pelita Jaya. Ja. Ik weet zijn naam even niet. Oké, nee, zou ik ook zeggen. Saint-Étienne, Montpellier, Monaco. Hij is leuk voor in de kleedkamer. Fabian. Fabian, ja. Roger Mila? Ja, heel goed. Ja, Thomas 3 punten, Fabian 3 punten en Kai lekker etend, genietend van zijn tosti. Die staat op 1 punt. Nog 2 spelerspaspoortjes, komt-ie. Verbroedering Geel, Genk, Anderlecht, Hertha BSC, Feyenoord, Anderlecht, Beerschot, Westerlo, Desselsport. Nou, dat is echt niet mijn ding, man. Een Belg? Oh, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Ja, het is een Belg, ja. Belg. Nee, ik moet zeggen... Kai... Fabian? Bart Goor? Ja, Bart Goor is helemaal goed, Fabian. Oh. De redactie heeft niet echt rekening gehouden met je leeftijd, denk ik, Kai. Ja, ik ken Bart Goor niet eens. Ik heb nog nooit van hem gehoord. Dat is je vergeven. Kom op, voetballer, kom op. Slome middenvelder van Feyenoord. Ja. Laatste. Groningen, Veendam, Emmen, Groningen, Veendam. Kai. Ja. Johan Derksen? Nee, Johan Derksen heeft nog bij NEC toch gespeeld, of niet? Ja, zeker. Ja. Nee, hij is voor NEC, heeft hij niet gespeeld. Hij is voor NEC, nee, ja. Oké, Fabian, Martin Drent. Thomas was eerst. Is het Buijs? Nee, Danny Buijs heeft ook bij Feyenoord gespeeld. Fabian? Martin Drent? Ja, is goed, Fabian. Oh. Oh. Martin Drent, die ging me altijd helemaal afkraken. Dus logisch dat ik dat niet weet. Hoe kan hij jou nou afkraken, Kai? Hoe kan het nou? Ja, weet ik ook niet. Ongelooflijk. Hey, rond 2 zit erop. Fabian 5 punten, Thomas 3 punten. En Kai 1 punt. Lig ik er nou uit of niet? Ja. Nou, dat is balen. Duimpje. Duimpje omhoog. Het was wel gezellig. Ja. Ja, heb je genoten van je tosti? Ja, die was lekker, maar ik had graag nog wat andere vragen gehad, want dit was helemaal niks. Oké. Nou, helaas jongen. We gaan door naar de finale met Thomas en Fabian. Yo, Kai, succes! Dankjewel. Hoi. Ja. Hoi, hoi. En nu beginnen we weer met een schone lijn, neem ik aan, toch? Nee, weer... Fabian... de punten zijn weg, maar Fabian heeft wel het voordeel in de finale. Oh. Dat hij mag beslissen of hij start in de finale. Of dat hij jou de eerste beurt geeft, Thomas. Okay. Het gaat om een opstelling. Het gaat dus om de beurt een naam opnoemen. Nou, Fabian, ja. Je mag beslissen of je start na het horen van de vraag. De vraag is... Nederland verloor de openingswedstrijd van het EK 2012 van Denemarken met 1-0. Welke 11 spelers starten er destijds voor Nederland? Nee, ik start wel. Oké. Sneijder. Is goed. Thomas? Zo noemen we het. Van der Vaart. Maar die speelden nooit samen. Heb ik niet al verloren? Ja. Godver. Ja. Oh, ik wel geluk hoor, want anders had ik ook niet veel geweten. Komt-ie, de opstelling Stekelenburg, Van der Wiel, Heitinga, Vlaar, Willems, Nigel de Jong, Mark van Bommel, Ibrahim Afellay, Wesley Sneijder, Arjen Robben en Robben van Persie. Och. Nou, gefeliciteerd, Fabian. Fabian, jij bent door naar de volgende ronde. Ja. Thomas, het avontuur houdt helaas hier voor je op. Ja, dit doet pijn. Ja, ik denk dat iedereen in Nijmegen en omstreken trots is op je, hoe je NEC... Een goede ambassadeur was voor NEC in deze aflevering. Mag ik nog 1 ding laten zien? Want dat is echt... Ik heb me toch een gênante sjaal gevonden. Toen ik deze achtergrond... Op gênant, ook schitterend. Ik heb dus ooit een Frank de Moesje sjaal gekocht. Wat goed zeg. Goed. Ik denk dat je de enige bent in Nederland. Weet ik niet. Oké. Hey, heren, dankjewel. Fabian, we zien jou terug in de volgende aflevering. Thomas, dankjewel voor je deelname. Ja. En ik zeg tegen jullie, tot de volgende aflevering. Dag. Tot de volgende aflevering. Doei. Yo. Hoi.